Ik wil ook nog wat zeggen over Lubach. Oh, ja. Ik was dan nog bij Liz Truss. Maar wat ja, maar die begint vanavond weer. Ja, ga je kijken, willen mensen weten ook? Nou, ik kijk altijd. Ik ben altijd begonnen aan Zomergasten. Ik heb het nooit helemaal uit kunnen kijken. Lubach, ik kijk uit belangstelling. Ik heb die jongen één keer ontmoet hier in de hal. Ja. Had hij een pet op, toen herkende ik hem helemaal niet. Toen stelde ze keurig voor, leek me een hele nette jongen. Maar ik begrijp de magie van Lubach niet. Die heeft een hele goede redactie. Hm? Dat leest hij voor van de Autocue. En dan moet hij dus een interviewtje doen. En dat moet hij dan echt zelf doen. En dan is het een huis- en een keukengesprekje. Dus waarom dat zo magisch kijken en veel mensen is. Naar. Ja, er kijken veel mensen naar. En dan denk ik altijd, waarom? Want wat hij doet, als ze mij die autocue geven, lees ik het ook voor. Nou, dat is helemaal waar, want ik heb jou ooit opeens zien presenteren. Dat was geen succes. Knevelen van de Brink. He? Weet je nee, nog? Maar omdat ik het niet kon lezen. Had je bril niet op? Nee. Jawel, ik had de bril op, maar het was net te ver met de bril. En ook, en ook zonder bril. Dus ik zat er bij de EO zo. Ja, maar als we op tijd op de juiste plaats zetten, wat wilde jij erover zeggen? Nou nee, kijk, in principe is er natuurlijk maar één talkshow waar alles in zit. Waar je geïnformeerd wordt, waar je zeg vermaakt maar, wordt. Vermaakt wordt, ja, waar je diepgang. Waar je iets van opsteekt, waar je, ja, waar je eigenlijk niet mag missen. Dat nee, dan kun je de anderen overslaan. Die anderen kun je overslaan. Ja, maar al in. Welke talkshow heeft een tandarts paraat voor noodgevallen? Die kan prikken. Als jullie wat met je gebit hebben, hij kijkt even hoor.